Discriminatie. Een gedicht van Pina Jones van pinajones.nl uit 1980. Discriminatie. Je wist van tevoren waar je aan begonnen was. Waarom moet ik dan nu van jou horen hoe je denkt over mijn ras? Ik werd niet gediscrimineerd om mijn ras, maar ik werd gediscrimineerd om mijn ziekte. Ik kreeg in 1974 een toeval op school van de epilepsie. En toen was epilepsie nog taboe, dus wat gebeurde er? Epilepsie was, nou ja, als je ligt te spartelen, hey, Ewina is gek, we gaan haar pesten. Dus ik werd enorm gepest. Sorry. Ik werd enorm gepest. Ik ben dus gediscrimineerd om mijn ziekte en niet om mijn ras. Ik heb dus mijn probleem beschreven in dit gedicht. Verscholen, autobiografisch is het dus, maar dan verscholen. Achter rassendiscriminatie heb ik het gepubliceerd. Ik heb toen besloten dat ik nooit en te nemen iemand zou discrimineren om ziekte, ras, huisdier of wat dan ook. Meer op pinajones.nl. Dank u wel. Zie omschrijving toe. Jij discrimineert niet, hè, Snowy? Zuurstok. Zuurstok. Nou, dat was mijn knieken. Zie, omschrijving, clip.